Vanwege een flinke buikgriep zat Johnny de Mol begin vorige week vastgekleefd aan zijn toiletbril. Waar hij in zijn wc-hokje zat te spetteren, deed Helene Hendricks dat in zijn talkshow. Ze zag er als invalpresentatrice van HLF8 behoorlijk ontspannen uit en veel kijkers vonden haar eigenlijk wel een verademing. Privéster Jan Uriot pleit er nu voor om Helene definitief op HLF8 te zetten. Ik vond dat ze dat leuk deed. Een lekkere vlotte presentatie, het is aangenaam om te zien. Johnny is wat voorzichtiger, vind ik vaak. Dat kan komen omdat de druk hoog is van de kijkcijfers. Hij voelt natuurlijk de hete adem van zijn vader in zijn nek, zegt hij in Wat vindt Jan. De mannen van VI hebben al een verhuizing van hun programma naar 19:30 geopperd, maar dat ziet Jan niet echt zitten. Dat moeten ze niet doen. Een heel ander kijkerspubliek. Ze moeten gewoon lekker daar blijven zitten. Ze moeten gewoon Helene inschakelen, vindt hij. Ik zou zeggen, wissel het af en toe eens leuk met elkaar af. Mediaverslaggever Jordi Versteegde sluit zich daarbij aan. Hij zegt in de Cultuur en Media podcast van De Telegraaf dat hij Johnny er altijd zenuwachtig uit vindt zien. Best wel vaak eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik zie daar toch een jongen zitten die keihard moet werken om er een succes van te maken en het zit niet in zijn natuur om een talkshow te presenteren. Waar komen die zenuwen vandaan? Er zit een vader mee te kijken op de apenrots, van, hoe doet mijn zoon het? Er zijn kijkcijfers die belangrijk zijn en die vallen nog altijd vies tegen. Rond de 400.000 en daarmee boksen ze niet op tegen M onder andere. Helene is ook volgens Jordi een betere keuze. Daar zit echt iemand met wie ik wel de kroeg in wil 's avonds en dat is toch wat dat programma volgens mij een beetje moet uitstralen. Ze zitten nota bene een beetje in een decor wat een kroeg moet uitstralen. Die invalbeurt deed ze volgens Jordi heel knap. Het lijkt af en toe of het haar allemaal niet zo boeit of zo. Dat zij niet zo die druk voelt van bovenaf. Dat vind ik heel knap. Vooral als je dan de schoenen van Johnny moet vullen, waar alle ogen op gericht zijn. Jordi denkt dat Johnny een lastige tijd tegemoet ziet. Het zal een spannende tijd voor hem worden, want het moet nog steeds wel beter. En dat terwijl hij inmiddels toch wel de nodige uitzendingen heeft gemaakt. Ik vind het ook nog niet echt onderscheidend van de rest. Telegraaf-collega Kitty Herweijer, nee, het is totaal niet onderscheidend. Het is gewoon precies hetzelfde als wat we al heel veel hebben. Dat hebben we toch gewoon een beetje wel gezien? Het is verzadigd. Thank you.